even op je hoofd zetten. Zou jij even het pasje scannen? Zodra een patiënt hier binnenkomt, wordt hij ontvangen door de holdingverpleegkundige. De holdingverpleegkundige en de verpleegkundige van de afdeling lopen samen een checklist door. We checken of we de juiste patiënt hebben aan de hand van de geboortedatum, aan de hand van zijn naam en aan de hand van het patiëntennummer. Verder vragen we dingen als of de juiste zijde voor de operatie gemarkeerd is, of de patiënt nog allergisch is voor bepaalde dingen. Zodra die hele checklist doorlopen is, gaat hij op akkoord en mag de verpleegkundige terug naar de verpleegafdeling en neemt onze holdingverpleegkundige het over. De holdingverpleegkundige die voert het een en ander aan controles uit, bereidt de patiënt voor en prikt een infuus. En op het moment dat dat klaar is, komt de anesthesiemedewerker van de OK de patiënt halen. Die doen ook weer aan de hand van een checklist een overdracht om te kijken of ze ook wel weer inderdaad de juiste patiënt hebben. Of er inderdaad de juiste dingen geregeld zijn voordat de operatie kan beginnen of bloeduitslagen bekend zijn. En zodra die overdracht ook gedaan is en de checklist op akkoord staat, wordt de patiënt door de anesthesiemedewerker meegenomen naar de operatiekamer. Okay. U had verder niks gegeten, gedronken vandaag? Nee, helemaal nog niet. Nee. Okay. Had u al eens eerder een ruggenprik gehad? Nee, nog niet. Nee. Okay, goed. Nou, we gaan u gewoon doorheen loodsen, vertellen precies wat we allemaal gaan doen. Okay. En het belangrijkste is dat u zich gaat ontspannen. Okay. Gaan we. Ja. Het spreekt voor zich dat een operatieve ingreep steriel verloopt. Dit betekent dat alle instrumenten die voor de operatie nodig zijn door onze centrale sterilisatiedienst gesteriliseerd worden. Dus die zijn steriel op het moment dat ze bij de patiënt gebruikt worden. Verder betekent ook dat het personeel wat direct in contact komt met de patiënt ook steriel is. Chirurg die zal wel langdurig zijn handen wassen. Iedereen die met de patiënt in aanraking komt op het moment van de operatie draagt ook steriele kleding. Heeft u een beetje geslapen vandaag? Tijdens een operatie werken er heel veel mensen samen, echt verschillende disciplines. Je moet denken aan chirurgen, aan anesthesiemedewerkers, OK-assistentes, assistenten van de chirurg. Zo'n heel team samen zorgt dat de patiënt goed de operatie doorkomt en uiteindelijk geslaagd weer naar de verpleegafdeling terug kan. Nou, dan brengen we u nog eventjes naar de uitslaapkamer. Daar houden ze u nog eventjes in de gaten om te kijken of het goed met u gaat voordat u naar de afdeling gestuurd wordt. Zodra de patiënt hier op de verkoever neergelegd wordt, wordt hij aangesloten door een van de recovery-verpleegkundigen. Pols en de saturatie en de bloeddruk wordt in ieder geval in de gaten gehouden. Wondgebied wordt gekeken en pijn wordt bestreden. En op het moment dat patiënten stabiel genoeg zijn om naar de afdeling te gaan, worden ze ontslagen.